Ik probeer het aanknopje te drukken. Goedemorgen allemaal. We zitten tegen het zonnetje in te kijken. Kijk. Zonnetje schijnt. Zonnetje schijnt. En daar ligt weer ligt bijna een halve meter sneeuw. We hebben net een paar dagen geleden Pia overleefd. Jullie ook, denk ik. En we zijn in de bakmodus. Dus wij gaan lekker een stolletje bakken. Ja. Beetje laat, maar dat geeft niet. Maakt niet uit. Gaan we lekker eten. En Geer gaat ook koekjes bakken. Want het is bitterkoud buiten. Dus we gaan sowieso even een helft van een vlok vullen met bakken. Zo. We gaan bakken. We gaan bakken. Dat. We bakken maar wat. We bakken er wat van. Ja, we bakken. Oké. Okay. Kijk. Er ligt sneeuw. En de wind heeft het opgeblazen. En de kwad heeft er ook voor gezorgd dat we sneeuwduinen hebben. En we zouden moeten graven om rond de kast te kunnen komen. Dus helaas gaat dat niet lukken, het nieuwe zeil. Maar wat wel gaat lukken is wat Geertje hier heeft. Tenminste, ga ervan uit dat het gaat lukken. Wat heb je erin, Geer? Het recept geeft twee appels, maar we hebben appels peertjes genomen. Oké. Okay. Havervlokken, amandelen, een beetje vanillesuiker. Maar ja, hoeveel haver en hoeveel... Havervlokken, hoeveel? Een cup. Een cup, oké. Okay. En amandelen? En amandelen heb ik al een handje genomen. Ik heb nu ook gegeven. Oké. Okay. En een theelepeltje vanillesuiker. Aha. En die peertjes, dat zijn ingemaakte peertjes, hè? Ja. Uit onze voorraad. Uit onze voorraad. Ja, want het recept zegt inderdaad twee appels snijden en blenderen. En dan was het geloof ik 30 milliliter water erbij. Ja, oh ja, dat heb ik erbij gemaakt. Ja. En dan gaat dat ding aan. Nou, dan gaat hij de donuts voor me vullen. Oh. Allemaal zien. Moet je ook wel even inolie, hè? Niet vergeten. Ja, maar eerst moet dat geblend worden. Ja. Trouwens, wat hierachter staat, is niet voor Sint-Nicolaas. Voor volgend jaar of zo. Maar die kreeg ik uit de tuin van Esther en Bjorn. Die kwamen ze ineens tegen. Nee, we doen niet aan Sinterklaas. Het is ook alweer een half jaar geleden. Zo. Ja hoor, goed zo. Als je doet. Nee, je moet... Juist. Zo. Geer doet er gewoon een beetje meer water bij. Wat hij had moeten doen is de havervlokken en de mandelen in het malertje moeten doen eerst. En dan de peertjes erbij. Maar nou is de hele bende nog... En de amandelen zijn ook nog hard. Dat is Geers recept. Dit is Geers recept. Oh, nou. Zullen ze uit? Je doet het in ieder geval niet. Ja, ik wou wat zeggen. Oh. Ik heel lang geleden dacht ik ook van... Hé, mijn blender, het wil niet. En toen ben ik, terwijl die aanstond, door het gaatje met een houten pollepel gaan douwen. Toen hadden we de houtsplinters goed, in. Goed als je niet met je vinger erbij kan. Nee, ja, precies. Ja, ik ben echt een beller. Oké. Okay. Het was je pollepel zonder geheel. Ja, we hebben het weggegooid, want er zaten splinters in. Het is wel een beetje nattig nou. Valt wel mee eigenlijk. Ja? Nee. Ah. Ik kan er wel een klein beetje havervlokken bij doen. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Simpson. Oké. Okay. Komt u maar. Zo. Oké. Okay. En nu ga ik nu smeren. Hij gaat zijn dingetje insmeren. De olie staat er al. Nou, we hebben een kwastje, maar je kan het ook met een propje papier doen. Maar we doen met een kwastje. Nou, die zit in de eerste. Ja, die mandjes. Dat ding, ja. Ik vind dat nog steeds leuk. Vooral als Geer die mandjes open laat staan, zodat ze kunnen donderen. Dat ben ik heel blij mee altijd, dat hij dat doet. Niet... Hint, hint. Hallo, je mandje moet terug. Heb ik even zijn tijd voor je? Nee, dat blijkt. Op bezig. Ja. Super. Het was van een heel stoffig vormpje. Dus wordt in ieder geval, het stof wordt alle kanten op geveegd. Dus dat is wel fijn. Nou, weet je, dat lijkt dus goed. Ja, precies. Ah, joh, en in die koekjes proef je het toch niet. Door de stoffige koekjes. Geers recept voor stoffige koekjes. Zo. Ja, dat moest eigenlijk donut zijn. Hè?
Ik weet niet of we genoeg gaten hebben. Ja, genoeg gaten. Nou, we hebben... Het moet eigenlijk een donutvorm zijn, maar die hebben we niet. Dus we maken gewoon massieve. Kedonk. Nou, een lepel. Die hebben we zat. Dat is een grote, ja. Even wel de stroom eraf halen als je... Of de beker eraf halen. Thank you. Wat je allemaal wil. Je zult niet erop en nou eraf, niet erop. Nee, je weet het. Je weet het. Even ruimte te maken. Doe maar. Doe ik eens over één schepping. Mm-hmm. Het lijkt op jouw pap. Ja, maar dan anders. Het ziet er wel lekker uit. Hoe lang moet dat bakken? 30 minuten tot 200 graden. Oké. Okay. 30 minuten, 200 graden. Nou, dat ga je wel redden. Ja, je hebt er geen bakpoeder of zo in, hè? Nee. Moest dat? Nee. Ah. Stond niet in het recept. Oké. Ik heb het recept aangehouden, behalve dan de peertjes, die zijn anders. Ja. Komt er geen appels in. Maar ik zou daar wat bakpoeder in hebben gedaan, maar ja... Ja, maar wie ben jij dan? Ja, de linksonder is een beetje leeg. Ja, die komt er. Moet je de likkerpot hebben? Die staat daarin. Oh, had wel gatje. Zo? Ja. Ik heb een klein beetje proeven. Ik ga gewoon een beetje verdelen. Doe jij je ding. Doe je ding. En dan ga ik opa brood bakken met mandelmassa. Twee zakjes sultana's. Warme lauwe melk. Een klontje boter en meel en een beetje zout. En uiteraard gist. En ook nog een ei, geloof ik. Het wordt steeds meer. Opa's recept. Mijn vaders vader, ik zal maar even draaien. Mijn vaders vader was bakker. En die had een bakkerij in Noordwijk. Van Rossum heette die. Die bakkerij bestaat nog, want ik geloof dat mijn neven hem hebben overgenomen. Zijn zoons. Het is een banketbakkerij. Maar mijn opa bakte voor het hele dorp, dat was toen Noordwijk gewoon. En dat is Noordwijk binnen, bakte die brood. En mijn vader heeft ook altijd brood gebakken. We zijn opgegroeid met zelfgebakken brood. En ik heb eigenlijk ook altijd ons brood gebakken. Gewoon traditie. En nou is er een heel oud recept van mijn opa. En dat is een recept voor kerstbrood. Een kerststol. Volgens mij heeft iedereen wel zo'n eigen receptje, zeg maar. Maar dat ga ik maken vandaag. De oven staat... 200 graden onderweg. 200 graden, ja. Die moet eruit. En ik kan inderdaad op dat rekje. Die steen is wat goor, zie ik. Het zullen wel kruimels zijn. Die verbrand zijn. Van eerdere baksels. Nou, succes voor gast. Ben benieuwd. 30 minuten, maar we gaan hem op 15 minuten zetten. En dan ga je even kijken. En daarna gaan we weer kijken. Ja. Onze houtoven heeft namelijk daar de brandkamer. Dus het is daar altijd wat warmer. Dus je moet ook soms je baksel draaien. In ons geval. In ons geval is. Ga er maar wel bij. En dan zou die bakplaat niet op die plaat laten staan. Dan gaat hij vervormen. Daar hangen de doekjes. Oh, daar zit er. Het is lekker heet. Kijk uit, hè. Oké. Okay. Nee, ja, kijk uit dat die hond er niet bij komt. Hé, hey, gassie. Kom. Naar binnen, hij is binnen. Wat is hij nou? Ben je hier? Wat heb je? Had je papa, had je papa? Dat ruikt lekker, hè? Maar het is wel een beetje heet. Zo, dat was recept nummer 1. Ik ga nu aan recept nummer 2. Oh, ga je meer bakken? Ja, ik ga meer bakken, dus ik okay. Moet er heel veel lekkere dingen zijn. Wat wordt recept nummer 2? Die jij zo lekker vond. Oh, die muesli cookies. Yep. Ja. Ja, dat is heel simpel. Ook. Dus hebben we... Ba, nee. 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 Je bent hier lekker met Basje naar buiten geweest, hè? Oh, gosje toch. Moest je een poepje doen? Moest je een poepje doen? Of moest je een plasje doen? Of was het een poepje? Heb ik hem al geplast. Hij heeft allemaal geplast. Maar die woorden kent hij, want dan is het meestal dat hij naar buiten mag. Dus als ik zeg, moest je een poepje doen? Moet je een plasje doen? Poepie. Of plasje? Poepie. Of plasje? Dat koekje zo scheef. Oh, beetje. Ach, gotje. Er komt nummer 2. Hallo. Of eigenlijk onze nummer 1 hebben jij. Hoppa. Oh, boy. Oh, burp. Hey, burp.
Hallo. Hallo. Oké. Nou, ga met je vriend spelen. Laat ons met rust. Laat mijn arm met rust. Oké. Okay. Nou, lekker wandelen vandaag nog eventjes, maar we gaan eerst bakken. Bak. Dan was ik helemaal beter. Yep. Zit je nou weer te eten? En hoe was dat? Een halve theelepel. Kardemom, ja. Kardemumma heet dat hier. Recht lekker. Geer is bezig met het malen van nootjes. Dat is recept nummer 2. En wat is dat? Zit er nog meer bij? Ook weer die havervlokken. Ja, dat is zat. Ja, zat. Dat is vrij sterk van smaak. Kardemom en kaneel bij elkaar zijn altijd erg lekker. Dat moet je nu weer erbij. En stevia? Stevia doen we niet aan. We hebben gewoon een beetje vanillesuiker voor de smaak. Stevia is een zoetmiddel. Oh, okay. Doen we niet. Maar wij doen niet aan zoetmiddelen. Een eetlepel? Nou, gewoon zo'n lepeltje. Ja, zat. We hebben ook trouwens vanille-extract. Maar ja, dit zit er al in nu. Dus het is goed, jongen. Perfect. Het is goed, jongen. Even mixen. Wij gooien... Hoppa. Daar ging maar kan. Geer, je zit nou met een hele witte hand op je broek. Ja, moet kennen. Dat hebben koks altijd. Of koks. Ja, ja. Bakkers altijd. Aha. Oh, daar zijn de peertjes. Ja, ja. Zo. En nu moet er nog... Het is een boomklevertje. Die eten ook zonnebloempitjes. Wat ga je erbij doen? 150 milliliter heet water. Okay. En dan hebben we het. Mm-hmm. En dan gaat, oh ja, moet ook nog 50 mm avocadoolie. Ja, maar je kan ook gewoon, ik zou geen chiliolie gebruiken daar. Nee. Ik heb sesamolie heb ik, maar dat is een hele andere smaak. Of gewoon neutrale olie. Zit daar heet water in? Ja, daar zit heet water in. Je kan het aan de pot voelen. Een beetje koud. Maar ik moet even wachten, dus nou, ik wacht even tot heen. Nou, dan ga ik ook maar beginnen.
Komen eruit. Ja, mijn vingers ook. Je vingers komen eruit. Ja. Jongen, dat komt net uit de oven, mafkees. Kijk. Ja, die olie maakt het heet. Oh, ze zien er wel lekker uit. Zien er goed uit. Nou, we krijgen zo visite. Dus die van het neus in de boter. Zijn er geen man? Ja, gek hè? Lillo. Ja, ik denk een plesje voor het niet eten, man. Ik kan hem ook zo floppen en een keer omgooien, toch? Oeh. Ik ga het zo tegen maken. Nou, ik zie hem al reizen. Dadelijk heeft hij een tweede ronde nodig. Je receptje? Ja, dit heb ik al gemaakt. Oké. Je moet 50 milliliter olie erin doen en 150 milliliter warm water. 0,5, dat is een halve deciliter. Dat is nog veel. Die gaat niet zo laag. Nee, maar een halve deciliter. Ik heb hiervoor in mijn boekje heb ik vergelijkingen gemaakt. Dus als je kijkt naar een van cup, van deciliter zeg maar. 1 deciliter is een halve cup. Dus een halve deciliter is een kwart een cup. Een kwart cup. Die hebben we. Dat is 1/3 is het. Dus je moet een 1/4 hebben, dus dan moet je hem voor 3/4 vullen. Ik denk dat je moet beginnen met een halve. Klinkt niet zo nodig is zover. Nee. Zo. Nou, dat is weinig. Nee, het moet wel aan elkaar komen. Ietsje meer nog. Ja, zo. Neem je een halve van 3/4. Oké, dan hebben we dat gaat hierin. Dan moeten we warm water hebben, 150 milliliter. Nou, dit is heet water. De ding heeft al een tijdje aanstaan. Dit is warm. 21. Ja, maar je houdt hem scheef. Je moet hem van neerzetten. Geweldig. Nou, en zelfs te veel, ja? Ja, precies. Nou, dat komt. Dus ik ga een beetje geuten. Zo. Hop. En dan gaan we roeren. Roeren, dat is Haags. Roeren. We gaan even roeren. En wat, hoe heette dat recept nou? Koekjes. Recept nummer 2, ja. Oh ja, dat was een vlog die we vonden van een Duitse dame die koekjes bakte. Koeken. Dit zijn een beetje nattig. Ik zou daar... Zou je je vlog erbij? Ja, doe maar lekker wat... ja, want dit zijn... hoe heet die maar dingen? Het wordt wat dikker. Roggelvlokken. Roggelvlokken. Ja, ik zou me er niet mee bemoeien. Het zijn jouw koekjes. Had je hier nou ook kruiden in gegooid, als kardemom en dat soort dingen, of vanille? Ja, want ik wist dat het kardemom was. En dan moet ook eigenlijk tot gember? Ginger, ja, ginger. Maar dat ja, heb ik wel. Ja, maar een heel klein beetje gember voor de smaak. Nou, oké, kom er maar. Ja, dan moet ik hier zijn. In mijn
dingesvoorraad. Geen knoflook, hè? Nou, anijs, dat is knoflook. Dat is van alle chili. Dille, hier staat in mijn licht. Rozemarijn, hier, schember. Waarom? Gewoon een flupje zo. Flupje. Ja, dus niet opendraaien, want dan wordt het een grote flupje. Een dekseltje eraf halen. Een heel klein dekseltje maar. Ah, iets meer, dat hoef je niet. Zo. Ja, dat is goed, jongen. Zal ik het doen? Ja. Dan krijg je niet. Thank you. En dan kan de krukje er weer onder. Precies. Kijk eens even. Ja, dit is een betere consistentie. Zo. Eventjes pakpapier erop. En we gaan deze erin. Ja. Doet jij je ding. Pakpapier. Even wachten. Dat gaat 100 keer gebeuren. Oké. Nou, je was zijn handjes niet, maar alles wordt toch 200 graden gebakken, dus who cares. Hoppa. Oh ja. Aha. Het kreukelt er niet meer. Nou, het kreukelt wel, maar hij bolt niet meer. Nee. Ja, verkreukelde koekjes. Oké. Even. Goed. Zullen we eens even kijken hoeveel het moet? Want dan weet ik het ook alvast. 180 graden, 40 minuten. Ja, dat gaan we niet redden. 180 graden. Ja, dat gaan we wel redden. Want hij staat op over de 300. Ik zal hem even een beetje zijn stortje dichtdraaien. Zo. Mijn broodblik staat al klaar. Ja, je had hem al gebruikt natuurlijk. Ja, dat was gewoon vergeet. De zon is weg. Oeh, lekker, lekker, lekker. Denk ik. Wat hoop het voor je. Wat ik al zei, we krijgen zo visite, dus die mogen dan proberen. Flop. Wel rond, hè? Nee, geen ronde koekjes. Nou. Stampkoekjes. Ja. Prakkoekjes. Borken. Staat er een al van, gebeurt er wat? Gebeurt er wat? Oké, nu gaat hij in de oven voor 40 minuten. Of 180. Ja, ik zou 180 graden, dat is bij ons ish. Hij staat denk ik op zo'n 220. Dus ik heb hem al dichtgedraaid. Ik denk dat je 10 minuten moet zetten. En even kijken, omdraaien en dan nog een keer 10 minuten, want ik denk 40 minuten wel erg lang is. Ja, ik heb veel onze. Kijk, als die, ze zeggen 180 graden 40 minuten, willen ze dat de koekjes droog zijn. Die zijn op 12 minuten. Ja. Mooi. Spannend. Ja. Volgende. Ik kan hier van de aanrecht eten. Inmiddels is het zonnetje aan het ondergaan. Het is 3:50. Kortste dagen. Van het jaar. Nou, de dagen gaan alweer lengen. We zijn de kortste dag al voorbij. Kijk eens wat de wind binnenbracht. Bjorn en Esther, die komen ons pakketje brengen. Jij mag pakketje, kan je het nog tillen? Ja, natuurlijk. Kom er lekker in, Ger heeft koekjes gebakken. Mogen jullie voorproeven? Wat heb je allemaal mee? Oh, wat hebben jullie allemaal? Even lekkere Hollandse kaasjes. Oh my god. Oh, kijk eens van een schortje. Wat een lieverd boterkoek. Oh, die is ook zo lekker. Ja, hagelslag. Hagelslag. Theetjes. Ja. Oh, wat heerlijk jongens. Dank je wel. Alsjeblieft. Lekker lekker. Koffie, thee. Hij is gek op knuffelen. Nou, dan moet je hem ook knuffelen. Kom mijn zoon. Mijn zoon, oh my god. Oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Mag ik ook? Nou, hij mag hoor. Groep. Thanks. Heerlijk jongens, dankjewel. Hartstikke leuk. Koffie. Lekker. Koffie. Nom, 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 nom. Lekker weer. Heerlijk. Goed gemaakt.
Nou, hij heeft net al het ding gesloopt. Een appeltje. Oh, kijk eens even. Nou, we zien er lekker uit, Geer. Ja, nou. Ze ruiken een beetje verbrand, maar het zal het rookaroma wel zijn of zo. Zij is heet. Ah, zo. Heet. Ja, ze moeten bakken. Hittebestendige handen, dus. Je hebt hittebestendige handen, ja. Oh, ja. Oh boy, oh boy, oh boy. Lekker. Nou. Oh, netjes, Geer. Ze zijn heet, ja. Maar ze zien er goed uit. Netjes. Goed gekeurd. Volgende. Ja, natuurlijk. Oh, dat valt nou. Het kwartje viel wat laat. Ja, nee hoor, ik zie hem wel kijken. Lekker. Waarom zo? Oh, oké. Okay. Yes. Ja. Lekker? Ja. Mooi zo. Saus die. Ja, goed gekeurd. Mooi. Nou, die zijn ook zo op. Steve komt te laat. Die komt de kwad halen. Duh. Dat wisten we wel. Mooi. Nou, inmiddels is het donker. We hebben... Nou, niet helemaal, maar... Nee, maar het scheelt weinig. We zijn full house geweest. Steve en Frida kwamen de kwad halen, uiteraard. Ja, En dit hele lieve pakketje hebben we gekregen van Björn en Esther voor de hulp die ze hebben gehad van ons. En dan gaan we weer door. Kijk, de eerste reisbeurt is flink geweest. Dit was niet mijn bedoeling, maar ja, maakt niet uit. Gisteren is nog steeds werkzaam. Dus ik ga hem nu neer laten slaan. En dan gaan de rozijntjes erin. Het spijs gaat erin en dan gaat hij erover. Nee, dan gaat hij een uur reizen nog. Dan gaat hij niet de oven in, maar dan moet hij nog een uur reizen. En Geertje is bezig. We hebben koekjes geprobeerd, twee rondes. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we de eerste met de cookie monsters hebben. Dat we cookie monsters om ons heen hebben, ja. Maar ja, en zijn. Maar dat we de eerste cookies het lekkerste vinden. Mooi. Kijk, het broodje is klaar. Het broodje is klaar. Oeh, la 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 la. Oeh, la 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 la. Hij is mooi. Maar hij gaat met iemand mee. Die daar. Dag. Nou, leuk. Doei. Kom je eens vasthouden.